Op een gegeven moment hebben wij een Duitsstalig album opgenomen. Ja, ik strip wel eens. En toen zei mevrouw, ik heb geen idee en ik heb niet naar jou zitten kijken. En dat vroeg me ook af, wacht even, heb je dan een extra string bij? Dat is het eerste wat je denkt. Zijn we klaar hier? Jouw vlogs kijkt ze altijd. Echt? Nee. Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag een patatje eten. Alweer, ja, alweer een patatje eten. Met Simon Keizer. Je weet al, die zanger van Nick en Simon. Let's go. Simon Keizer, welkom bij het Patatje Met. Dankjewel, Sterrenkoning. Sterrenkoning, ja, dat is toch leuk, SK. Ja. Je moet toch even je achternaam erbij zeggen. Vind je dat niet gek trouwens? Ik heb dat wel altijd. Als mensen dan zo, hé, daar is Sterrenkoning. Dat is altijd zo de achternaam erbij roepen. Ja, best wel, want ik ben altijd Simon. Ja. Meer is het niet in de bandnaam, Nick en Simon. En als je dan opeens Simon Keizer, ja, dan sta je alleen. Dan ben je opeens een individu. Keizer, ja. Of het klinkt als je schoolmeester van vroeger. Simon Keizer! Oké. Hier, Helmans Mayo, wil je? Huis van Mayo? Ja, joh. Ja. Nou ja, als je patat eet, dan moet je wel voor... Maar jij eet volgens mij niet zo vaak patat. Nee, nooit. Nooit? Nooit. Nee, dat ook weer niet hoor. Kijk, je krijgt wel eens als je een burger bestelt of zo, dan krijg je de patat bij. En dan doe ik niet moeilijk, dan ben ik niet boos. Maar ik bestel het nooit zelf. Maar wat geef je kind dan? Heb je geen pannenkoekendag, patatdag, poffertjesdag? Heb je alleen palingdag of zo? Nou, vroeger hadden wij wel als kind zijnde, als vrijdagavond. Er is een bepaalde snackbar bij ons. Die heeft als naam Foo. Het is niet de echte naam, maar die noemen we binnen het dorp. Dan ga je naar Foo. En dat heette dan een Foo-avond. En dat was de vrijdag. Dat was helemaal, natuurlijk, we mochten wel opblijven. Het grappige is dat mijn vrouw had het precies hetzelfde met diezelfde snackbar. Dus toen zeiden we laatst tegen elkaar, want daar hebben we zulke leuke herinneringen aan. Ja. Laten we dat in het leven roepen. Misschien vindt Kiki dat hartstikke leuk. Maar Kiki wil liever sushi. Oh, zo? Ja. Die heeft al een ander smaakje ontwikkeld. Ja. Een duur smaakje. Ja. Snackbar kan je nog voor 10 euro. Als je sushi gaat bestellen, ben je zo 50 euro kwijt. Ja, en of. Ze vindt ook patat. Friet moet ik zeggen. Patat. Friet. Patat. Wat zeg je? Ja. Ja. Nee, patat zeg ik. Goed zo. Die, ze vindt dat ook prima, maar ze gaat er eigenlijk ook niet helemaal los op. Mm. Maar de laatste P dan, de paling, hou je daar wel van? De laatste P? Ja, je hebt patat. Oh, sorry. Oh. Even in de war. Ja, natuurlijk hou ik van paling. Kom op, ik zou ook worden gelinched in het dorp als ik niet zou zeggen dat ik niet van paling hou. Gelukkig. Nou, nee toch. Paling. Maar ik ben wel natuurlijk ontzettend verwend. Want bij ons in het dorp hebben we de beste paling. Ja, heb je echt paling? Ik eet zelden paling buiten het dorp. Uh-oh. Dus pas op wat je nou doet, Sterrenkoning. Nee. Ja, ik heb wel paling. Ja, de reacties die ik steeds kreeg als ik zei, ik ga paling halen, was godver. Ja, maar dat klopt. Maar mensen kennen als mensen er niet mee op... Hou jij van paling? Ja, weet ik niet. Weet je niet? Nee, ik weet niet of ik dat nou heb geproefd. De haring wel. Maar je hebt ook allerlei soorten. Hè? Je hebt gerookt en je hebt gestoofd. Wat heb je besteld? Ik kan mezelf. Heb je gevangen? Ja, je hebt geen idee, hè? Oh, het is gerookt. Laten we proeven. Even een klein stukje. Maar jij dacht, heel origineel en creatief... Simon, paling, ja, jij zei geen snack. En ik dacht, de paling sound komt uit Volendam. Ja. Jullie namen toch altijd paling mee als je je nummers ging dat was heel vroeger deden de Cats en zo dat. Als het slecht is, noemen we niet waar we het vandaan hebben gehaald. Nee. Zit een gaatje in je gewone funny backstop, hè? prima. Oh, prima. Ja? Ik vind het echt lekker. Het is super. Nee, het is heel erg lekker. Oh, dat valt me hartstikke mee. Gelukkig. Ik heb bijna gehoord baling gehaald. En wat raar, ik had het wel anders geroken. Oh, maar ja, het is die airfryer hier. Die airfryer gaat helemaal mis.
Ik interview mijn gasten altijd aan de hand van de Google zoekresultaten. Oh ja, dat was wat je doet. Ja. Oké, benieuwd. Nee, het valt mee. De eerste is zanger. Op welk moment wist jij dat je kon zingen? Wanneer dacht je voor het eerst, volgens mij kan ik best wel zingen? Vrij vroeg. Ik ben katholiek opgevoed. Mm. Inmiddels ben ik niet meer katholiek, maar ik ben wel katholiek opgevoed. En op onze school had je dan de communie, de eerste heilige communie. Dat was een hele happening in de kerk. Met als school deed je een soort van performance. En daar werden altijd liedjes verdeeld. En ik was de enige die het een solo liedje mocht zingen. Mm. En dan ben je 8 jaar oud of zo. Oh ja. En de enige die toon kon houden. Ja, en toen dacht ik, dat kan ik wel. En toen hoorde ik de juffrouw ook af en toe dat zeggen tegen mijn ouders van, ik kan echt. Dus toen dacht ik, oh, wat grappig. Wat leuk, ja. En sindsdien heb ik ook altijd gezegd, als jochie al, ik wil later voetballer of zanger worden. Oh, één van de twee. Ja, en voetbal, dat komt nog wel. Dat komt nog. Ik dacht, kan je eerst even zingen. Even zingen. En dan daarna, dan maak ik wel aan. Kan je weer voetballen? Je bent bijna even. Nee, ik heb tot de A1 bij de Volendam gespeeld. Oh, okay, en toen hield het op. Ah. En dan kun je prima tegen een bal trappen. Maar ging dus ook naar de kerk vroeger? Ik ging vroeger naar de kerk, ja. Sterker nog, ik ben misdienaar geweest. Maar uiteindelijk ben ik er helemaal van afgestapt. En waarom? Omdat, ik weet niet of je dat nog herinnert, maar een jaar of 10, toen was jij, toen kon je net kruipen. Ja. 10 geleden. Ja. Nee, heel flauw. Maar toen ging er een hele beerput open rondom de katholieke kerk. Mm. En ze zetten zich heel erg af tegen homo's. Ja. En de misbruik in de katholieke kerk. Ik ging zelf al nooit meer heen. En ik zette mijn vraagtekens bij de hele religie. Mm. In zo'n fase zat ik. En toen dacht ik, ja, ik voel me helemaal niet meer passen bij... Nee. bij het stempel katholiek. En je kunt dan daar afscheid van nemen. Dat heb ik gedaan. Maar ik bedoel daar niks mee. Nee. Het past gewoon helemaal niet bij mij. Bij jou? Nee. Het nieuwe talent van Volendam. Is er eentje? Er komt altijd wel een muzikaal talent vandaan. Ja, nou ja. Nieuw is er inmiddels eigenlijk al lang niet meer. Maar Mel heeft ook aan de Voice meegedaan. Ja. Heeft al een topsong of 8 gescoord op Radio 2. Dus ze is bij lange na niet meer nieuw. Nee. Maar ze heeft haar band Mel & Vintage Future. Die, dat is wel een vette band, ja. Dat is zo goed. En dat is... dat verdient een nog veel groter publiek dan ze al heeft. Ja. En dat gun ik haar heel erg. Het is een schat van een meid ook. Dus dan zet ik mijn geld daarop in. Oké. Okay. Waarom is het niet Simon en ik? Oh, ja. Die vraag is niet voor het eerst gesteld. Nee, je struikelt een beetje over de N'en. Als je Simon en Nick. Nou, ik vind het wel kunnen hoor. Ik vind het niet vervelend. Dat ik altijd nummer 2 ben. Nee, we hebben gewoon. We hebben het gecompenseerd. We hebben de inkomsten verdeeld. 70 voor mij, ja, 30 precies. Voor Nick. Weet je wel. En dan mag hij als eerste worden genoemd. Mag hij iets meer credits, ja. Geen punt. Nee, dan kan het wel. Jij en Nick, dat is eigenlijk gewoon een relatie, wat je aangaat. Als je kijkt naar hoeveel jaren jullie al samenwerken. Wat was het absolute dieptepunt van jullie relatie? Op een gegeven moment hebben wij een Duitsstalig album opgenomen. Dat weet niemand. Oké. Okay. Ein Neuer Tag heet het. Heel goed album, vind ik zelf. Ja. En toen begonnen we aan een Duits avontuur. En toen wilden we daar voet aan de grond krijgen. En toen we net waren begonnen, dacht ik... Hell no, dit vind ik helemaal niet meer leuk. Nee. Van nul beginnen, terwijl we zo hard hebben gewerkt om iets te zijn in een bepaald land. Mm-hmm. En dan begin je in een nieuw land weer helemaal opnieuw. Wat veel groter is, waar het veel moeilijker nog is voor mijn gevoel. Dus toen heb ik vrij snel aangekaart van, luister, ik wil dit toch niet. En Nick wilde het wel heel graag. Mm. Dus dat was, we liggen niet vaak, niet op één lijn. Nee. Maar dat was echt... Nee, ik denk dat je dan ook niet zoveel jaren volhoudt. Maar dat was weer heel knap van Nick. Die zei meteen van, ja, oké, ik vind dat heel jammer, maar we gaan nooit iets doen wat een van ons twee niet wil. Mm-hmm. Want dat werkt niet. Nee, dus want dan gaat het wringen natuurlijk. Ja, dus toen hebben we de stekker uit Duitsland getrokken. Zo. Op Paul Simon's 80ste verjaardag luisterde ik voor het eerst een van zijn allereerste albums. Ik had al wel meer van hem gehoord, maar ik had me nog niet echt verdiept in Paul Simon. En toen op zijn 80ste verjaardag, had ik niet eens door dat het zijn 80ste verjaardag was, luisterde ik dat eerste album. Wat maakt Paul Simon zo bijzonder voor jou? Ja, hij is een van de beste songwriters, sowieso. Mm-hmm.
jaloersmakende goede liedjes gemaakt. Maar zijn duo-schap met Art Garfunkel, dat heeft mij een beetje leren meerstemmig zingen. Mm. Dan zet ik eerst een liedje aan en dan was ik de ene hoogte aan het zingen. En dan was ik klaar, een liedje nog een keer. Dan was ik die andere. Dus zij hebben mij... Eigenlijk is het begin van ook... Ja. Nick en Simon eigenlijk. Sterker nog, Nick weet een anekdote te herinneren. Ik was te dronken. waarin we voor het eerst een liedje samen in de kroeg zongen. Met de muziek mee. En dat was Cecilia van Simon & Garfunkel. Nee joh. En als Paul Simon een 10 zou zijn qua songwriting. Wat zou jij dan zijn? Een min 2. min 2. Ik vind het heel fijn om een co-write te hebben. Je hebt meteen een klankbord. Je kunt meteen meten zitten we op het goede spoor of moeten we het weggooien. En ik kan me sowieso natuurlijk niet überhaupt in zijn schaduw bevinden. Maar het is ook een totaal ander type liedjeschrijver. Ja, want je gaat niet snel dus thuis zitten en denken ik ga nu in mijn eentje iets proberen of een opzetje maken of iets. Een opzetje. En, dat dan, en als ik dan het opzetje sterk genoeg vind, dan werk ik hem altijd uit met een co-writer. Nee. Ja. En doe je dat altijd met Nick of doe je dat met andere mensen? Sinds de laatste jaren pas met Nick. In het begin schreven wij altijd los van elkaar. Omdat we elkaar toen wel echt zat waren. Omdat je zo veel hebt gezien. Je elkaar wel verrassen natuurlijk met de nummers die je dan zo maakt. Ja, maar Kijk Omhoog is Nick en Gordon. Rosanne is Nick. Soldaat is Nick. Pak maar mijn hand. Heb ik weer gemaakt met Gordon. Dus het is echt een beetje verdeeld. Ja. Oh, wat grappig. Het volgende zeepresultaat was strippen. Jee. Ja, ik strip wel eens. Wat een rare zin. En dat doe ik onder de noemer for one night only. Mm-hmm. Maar ik heb het al 2 keer gedaan. Ja, dus die noemer gaat only. Voor mij ook weer niet op. Nee. En dat staat allemaal in het teken van awareness creëren voor... De eerste reeks was voor mannenkanker, dus teelbalkanker en prostaatkanker. Zijn kankersoorten waar niet graag over wordt gepraat. Überhaupt is kanker geen gezellig gespreksonderwerp. Nee. Maar die types zijn dan ook nog eens bij de edele delen waar een soort taboe op lijkt te liggen. Juist omdat we dat wilden aankaarten, dachten we, hoe doe je dat op een ludieke manier? Ja, door dat te laten zien, uit de kleren te gaan. Bam! Ja. En we hebben 2 keer een docu daarover gemaakt. Vrij succesvol qua kijkcijfers. En daar zijn gewoon echt levens mee gered. Ja, en mensen gingen zich laten checken. Want dat is de boodschap dus. Mm-hmm. En nu ook de tweede reeks was ook op vrouwen gericht. Als je merkt, er is iets anders aan mijn lichaam. En dat is ook al voor twintigers. Teelbalkanker bij mannen. Dan ben je als risicogroep bijvoorbeeld, ligt tussen 20 en 32. Heel laag. Check de boel af en toe. Dat is de boodschap. En vind je het niet spannend? Ja, ontzettend zenuwachtig. maar met name voor de dans, want het is dus een hele choreografie. Oh, nee hoor. Het is een striptease act. Dus het is een hele dans waar je mee bezig bent van 3 minuten. En ik ben geen danser. Dus dan ben je daar de hele tijd mee bezig. En de allerlaatste move is de reveal. En pas op dat moment denk je, oh dat nu. Dus zo lang hoef je daar ook niet echt over in te zitten, weet je wel. En mij werd verteld dat op het moment supreme zou er heel veel backlight komen. Waardoor je een soort silhouet bent voor het publiek. Maar dat was niet. Nou, mijn vrouw zat in de zaal. Je zei, ik kan het toch echt goed zien? En mijn moeder, en mijn zus, en mijn schoonouders, en mijn schoonzus. Waarom? En 3 vriendinnen van mij. Nee. Ja. Waarom iedereen uitnodigen? Omdat ik wist, je ziet toch niks. Dat werd mij verteld. Nou, je zag dus wel alles. En ik vroeg aan mijn vrouw, zag het er een beetje oké uit? Nee, maar dat heb je ook nog. Nee, maar dat kan natuurlijk gedurende... momentopnames veranderen bij mannen. Ja. Dat, op zich weten we dat wel. En toen zei mevrouw, ik heb geen idee. Ik heb niet naar jou zitten kijken. Oh. Maar de boodschap is zo belangrijk. Dat is... Zeker. Leeftijd was het volgende zoekresultaat staat. 23. 23. Voel je je ook 23? Ik voel me zeker 23. Maar ik ben 37. Ja, voel je je 37? Nee, ik voel me niet 37. Nee.
gekste wat iemand in het publiek heeft gedaan toen jij en ik nog mooie, mooie boys waren? Wat je nu eigenlijk zegt, hè? Dat je dat nu niet meer bent, ja, ja. Klopt. Nee, maar toen zijn we klaar hier? Ja. Er is een hele tijd geweest dat het heel gewoon was dat er strings en BH's op het podium werden gegooid. Echt? Ja. Dat heb ik nog niet eerder gehoord. Nee? Nee. Ik wist ook nooit zo goed, wat wil je nou? En dat vroeg me ook af, wacht even, heb je dan een extra string bij? Dat is het eerste wat je denkt. Of, ja, I don't know. Heel weird. Ja, en we maakten er altijd dan een grapje van. Van jongens, we hebben hier gevonden voorwerpen. Is iemand even kwijt? Dat. Teruggooit ook weer het publiek soms in. Soms wel. Als iemand zegt, ja, nou, nee, ja, gooi dan maar weer terug. Dan heb ik weer een BH. Ja. Maar super inderdaad, ik moet je wel toegeven. Die tijd ligt wel een beetje achter ons. Dus misschien ja, is toch een teken aan de wand. Nee, maar ik denk dat überhaupt eigenlijk... meiden dat niet zo snel meer doen. Ja, misschien bij Justin Bieber of zo. Ja, was dat ze echt heel crazy zijn, maar in Nederland vind ik dat wel ver gaan. Er was ook in Naaldwijk, volgens mij, was dat het plaatsje waar het gewoon echt een soort traditie was. Daar hingen ook in de kleedkamers. Allemaal BH's? Dan was het het aantal strings die waren gegooid naar... Jan Smit. Nee, joh. Er hing daar aan een spijkertje. En van Alexander Musinier. En van, dus daar was het echt een sport voor dat publiek. Nee, daar, joh. Weet je wel. Simon's top 5 snacks. Maar je hebt natuurlijk niet zoveel snacks. Maar toch moet je binnen 15 seconden iets bedenken. Hoeft niet per se frikandellen en dat soort dingen. Mag ook chips zijn. Binnen 15 seconden zeg wat je top 5 snacks zijn. Nee. Oh. Oh, wacht. Ja, sowieso chips. Overal, chips, alles mag. Nee. Maar snacks, als ik er eentje moet kiezen, kipcorn. En heel veel chocolaatjes. I don't know. Nou, zo erg. Chocola, chips en kipcorn. Nou, olijfjes en kaasjes. Oké, ja, die tel ik mee. En dan met een wijntje erbij. Wat ik al heel lang niet heb gedronken. Want mijn vrouw... En met roze nagellak erbij. Ja, nou, dit is dus als je een dochtertje hebt. En dit hartje, dat heeft mijn vrouw verzonnen. Als ik mijn dochters in de school breng, yep, die vindt dat allemaal nog een beetje eng. Yep. Dus dan hebben we alle drie een hartje getekend. Oh. En dan zeggen we, als je ons mist, dan moet je even op het hartje drukken. Dan voelen wij dat. Ah. En dat is wel heel lief. Ja, en dat werkt zo goed. En dan komt ze uit school en dan zeg ik, volgens mij heb je één keer op het hartje gedrukt. Ik voelde wat vandaag. En dan zeg ik, ja. Dus want zij is net niet naar school? Ze is net een paar weekjes naar school. Ja. En de tweede komt eraan. Of althans, in december, als je dit ongeveer uploadt. Misschien is hij dan al geboren. Ja. Is mijn vrouw aan het persen. Ja. Op dit moment. Terwijl hij online komt tijdens de première. Zat je met... Bebe. Ja. Het volgende zoekresultaat staat als vrouw. Jullie waren 5 jaar vrienden. Nu hebben jullie 17 jaar verkering. Ja. Hoe is die verkering ontstaan als je al 5 jaar vrienden bent, zeg maar? Nou, we kennen elkaar gewoon omdat wij in een klein dorp woonden en ons kent ons, leeftijdsgenoten. Toen verhuisde Annemarie, net toen ik haar leerde kennen eigenlijk, toen was ik 13 en zij 12. Dacht ik, oh wat een leuk meisje. En zij verhuisde naar Spanje. Haar vader werkte bij FC Barcelona. En zij heeft daar 7 jaar gewoond. En af en aan kwam ze wel terug in de zomers. Toen dacht je, oh, daar is dat leuke meisje weer. Precies. En op een dag was ze terug. Zag ik haar lopen in het dorp. En ik appte haar van, hé, wat leuk, ben je weer even terug? En toen zei ze, toen was ze inmiddels 19. Toen zei ze, ja, maar nu is het voorgoed. Ik ben officieel weer helemaal terug. En toen dacht jij, bingo. Nou ja, toen heb ik wel de stoute schoen aangetrokken. En de weken na zijn we een keertje gaan daten. En, dat is wel snel gegaan dan. Ja. Je zag haar lopen hier af en tegen. Ja. Ja, jullie hebben ook een kind samen natuurlijk. En er komt er nog een aan. Als dat een jongen is, ga je die dan niet noemen? Ja, nou, sorry, deze reactie heb ik al genoeg. Ja. Sorry Nick, het wordt niet Nick. Oh, jammer. Ja, je voedt Kiki eigenlijk drietalig soort van op. Engels, Nederlands, Volendams dialect. Ja, we praten thuis Volendams. En ik veelvuldig ook Engels. Mijn vrouw spreekt heel goed Engels ook. En op school leert ze Nederlands. Dus vanzelf
vanzelf heb je dan een beetje... Maar ze vertikt het om Volendams te praten. Vanaf dat ze kan praten, is ze zelf geswitcht naar Nederlands. Terwijl wij echt thuis niet Nederlands praten. Gewoon nooit? Nee. Wat apart? Gek, hè? Maar is dat dan op school praat ze dan ook helemaal geen Volendams met haar? Ik denk, ze heeft het kinderdagverblijf wel doorlopen. Of hoe heet dat? Heeft een andere naam. Ja, zoiets. Ik weet niet. Oh, de peuterspeelzaal. Ja, precies. Ja, dank je. Oh, jij weet dat gewoon beter. Voor mij is dat niet zo lang geleden. Oh, ik wilde het dus maken. Ik wilde het maken, ik dacht, dat is heel flauw. Maar goed dat je mezelf doet. En je hebt natuurlijk gewoon YouTube-filmpjes waar ze toch dat Nederlands van oppikt. Ja. Oh. Jouw vlogs kijkt ze altijd. Echt? Nee. Ik denk, vlog. Ik zat eerst al over 1 seconde. Maak ik vlogs? Ik maak helemaal geen vlogs. Maar ik dacht, ja, misschien ben jij weer zo oud dat je geen onderscheid kan maken tussen YouTube-video's en vlogs. Ja, precies. Dus dat zal het zijn. Dat zal het zijn. Volgens mij was dat al de laatste vraag. Hou op hoor. En ik heb nog wat meegenomen. Gestoofde paling. Gestoofde paling. Als eerste. De prachtige vleesneus. Met mijn hoofd erop. Oh, er staat ook SK op. Die moeten we even uitleggen, denk ik. Ze postte dit op haar stories van de week. En toen, nou, Simon Keizer. Dus ik zeg, deze lust ik ook wel, stuurde ik terug. Maar ik wist niet dat dit onderdeel was van de hele plek terug. Dus ja. Alsjeblieft. Hartstikke bedankt. Dank maar ik heb ook iets nog zonder mijn hoofd. Ook met jou, Michel, speciaal voor jou gemaakt. Die zal Sven Kramer superleuk vinden. Ik ga hem opsturen naar hem. Heel erg leuk dat je te gast zou zijn. Dankjewel, ik vond het superleuk. Mooi, gelukkig. Is dat? Ja hoor, jij draagt wel vaker petten, toch? Ja. Top. Ik heb nu voor de allereerste keer paling geproefd. Ik vond het hartstikke lekker. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie wel eens paling hebben gegeten. Laat dat weten in de comments. Doe een duimpje omhoog als je dit een leuk interview vond met Simon. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren voor meer patatjes. Doeg! Wat als ik nu mezelf...